Hoeveel leden heeft de Tweede Kamer? 151, dacht ik. 150 of zo, geloof ik. 216? Oh jezus, zulke vragen. Weet ik veel. Ik weet het niet, ik weet het echt niet. 150. Hoeveel leden heeft de Tweede Kamer? 150. Ik zou het niet weten, eerlijk gezegd. 150. 150. 175 of 150? Welke partijen zitten er nu in de regering? Volgens mij zijn het de VVD en de Partij van de Arbeid. VVD en PvdA. In ieder geval VVD en PvdA. De partij van Mark Rutte, de VVD, de PVV, nee, de GroenLinks. VVD, de PvdA. VVD en de PvdA. VVD, PVV en CDA. De VVD en de PvdA. VVD, PvdA. VVD en PvdA. D66, PVV, PvdA. Hoe heet de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid? Lodewijk Asscher. Dat weet ik niet. Wacht even hoor. Oh, ik ben zo slecht in de politiek. Nee, ik weet het even niet. Dat zou ik niet weten. Dat was Samson, maar volgens mij is het nu Asscher geworden. Is Samson of is hij nu vervangen door Asscher al? Ja, door Asscher, ja. Even kijken, dan moet ik het nu goed zeggen. Op het moment is dat Lodewijk Asscher, hè? Lodewijk Asscher. Samson, Diederik Samson. 15 maart zijn er weer verkiezingen en mogen we met z'n allen naar de stembus. Gaan de studenten stemmen? En zo ja, wat gaan ze stemmen? Wij van Hans en Mac gaan de straat op en gaan het ze vragen. Ga je ook stemmen aankomende maart? Ja, zeker. Ja, wat ga je stemmen? Ik zit nog een beetje te twijfelen, maar ik denk PvdA. Ik zit te denken aan GroenLinks, daar in de buurt. Ik ga zelf SGP stemmen. Oké, okay, waarom ga je SGP stemmen? Nou, ik ben zelf christelijk opgevoed en ik geloof zelf nog steeds. En ik denk dat de SGP op dit moment het beste van alle partijen, als je kijkt naar de CDA, de CU en de SGP, al zijn dat zij het beste het gereformeerde geluid vertegenwoordigen in Nederland. Ik weet het nog niet. Ik twijfel nog, in ieder geval niet op de grootste partijen. Ik denk D66, maar ik weet het nog niet zeker. Ik denk VVD. D66. Waarom? Dat doe ik altijd eigenlijk. Ze zijn goed voor studenten. Dat is belangrijk. En zit voor mij net goed. Niet te rechts, niet te links. PVV waarschijnlijk. En waarom ga je PVV stemmen? Omdat ik het in zekere zin voor delen niet met Geert Wilders eens ben. Maar ik ben het er wel mee eens dat hij Nederland weer voorop wil stellen. En Nederland weer van ons wil maken.